Voor mij is een jaarlijks terugkerend moment van overtuiging dat we van school heel goed bezig zijn, de proclamatie. Voor veel van die leerlingen zijn ze de eerste leerling in een familie die een secundair diploma behaalt. Hey, je ziet dan de ouders opgekleed, ouders die soms nooit gezien hebben hier op school, die dan wel afkomen naar die proclamatie. Op zo'n moment krijg ik zelf een krop in de keel. Zelf ben ik een voorbeeld dat eigenlijk tegen de stroom zwemmen mogelijk is. Ik heb mezelf eigenlijk tegen alle adviezen in opgewerkt en een universitair diploma behaald, leerkracht geworden en uiteindelijk directeur van een school geworden. Ja, ze zijn bezig. Ik had een paar fantastische leerkrachten die mij echt een luisterend oor boden. En met die motivatie ben ik leerkracht zelf geworden om eigenlijk hetzelfde te kunnen doen. En toen ik zo ver stond, had ik zoiets van, ik wil een school hebben die luistert naar leerlingen. Lorien, je zit 2 weken terug op school. Ja, ook. Hoe is het met de kleine Lucas? Goed. Schat een ventje? Ja. S'nachts niet te lastig, hoop ik? Nee, niet lastig. We zijn een hokschool. Die stap is net zo veel belangrijker voor onze leerlingen en hun gezinnen. Om uit de generatiekansarmoede te stappen eigenlijk. Daarvoor doen we het gewoon.